ging flensen. Maar hij flink fietsen met zijn lege bakfiets terug naar zijn holletje en hij was nog niet daar aangekomen als hij viel in een diepe slaap, want hij had 2 dagen en 2 nachten constant moeten doorwerken. Hij was moe. Nou, je kunt je haast niet voorstellen. De volgende ochtend was het eerste paasdag. Overal komen kindjes uit bed en die kindjes vliegen gelijk de tuin in en gaan eieren zoeken. Natuurlijk. Maar wat een schrik. Ze vonden wel eieren. Maar die waren gewoon wit. En ze vonden daar een ei, ook wit. En daar een ei, en daar, en daar. Alle eieren waren gewoon wit. Dat was gek. Dus die gingen naar hun vader en moeder van, kijk nou toch eens wat ik gevonden heb, allemaal witte eieren. Nou, die snapten er ook niks van. En dan vrij snel kwam een bericht aan bij de oude paashaas. Want ze dachten dat hij het niet goed gedaan had. Nee, zegt oude paashaas, hoe kan dat nou? Ik heb heel duidelijk tegen Bastiaan het konijn gezegd dat ze kleurtjes moesten hebben, geschilderd moesten zijn. Dus de oude paashaas, ik ga naar Bastiaan het konijn. En hij gaat naar het konijn toe, die lacht natuurlijk heerlijk te ronken. Jo, hé, hoi, ze bakken, hé, hallo. Dus, wat is er? Ja, je hebt allemaal witte eieren verstopt. Dat was de afspraak, niet? Je had ze moeten schilderen. Oh, Sebastian, ik heb ze al geschilderd. Ik heb een dag en een nacht en nog een dag alleen maar geschilderd en geschilderd en geschilderd. Kijk, zeg, daar liggen de lege verfblikken nog van al die verf die ik erop gesmeerd heb. En die oude paas gaat erop en die verfblikken toe. Pakt zo'n leeg verfblik en hij kijkt wat erop staat en hij leest blauw. Water. Waterverf. Bastiaan, je hebt waterverf gebruikt. Ja, en toen het ging regenen, toen is het natuurlijk al die verf eraf geregend. Dat is niet slim. Oh, zei Bastiaan. Wat een ramp. Heb ik al dat werk voor niks gedaan. Nou, zo komt het nou dat er nooit meer een paaskonijn is geweest. Want paaskonijnen snappen niet hoe het moet. Sinds die tijd is het altijd weer een paashaas gebleven. Nou. Dit is een waar gebeurd verhaal.